Even een top 3 van de meest giftige dieren ter wereld. En voor nummer 3 moeten we helemaal naar Australië. Daar leeft de Australische zeewesp. Het is geen wesp, maar een kwal. Maar net als een wesp kan die heel goed steken. Zijn tentakels kunnen 3 meter lang worden en zijn helemaal bedekt met giftige mini-prikkertjes. Als je die aanraakt, ben je binnen een paar minuten dood. 1 zeewesp heeft genoeg giftige prikkertjes om 60 mensen te doden. Voor nummer 2 uit de top 3 giftigste dieren ter wereld blijven we in Australië. Daar leeft de inlandtaipan. Met zijn gif zou die in 1 keer 100 mensen kunnen doden. Gelukkig worden er maar weinig mensen gebeten. De inlandtaipan eet liever andere slangen. En het meest giftige dier ter wereld is de blauwgeringde octopus. En deze komt voor in, jawel, Australië. Hij heeft genoeg gif om 26 mensen te doden, maar omdat hij zo klein is als een pingpongbal, wordt hij toch gezien als het meest giftige dier ter wereld. Als hij je aanvalt, zie je zijn blauwe ringen. Maar je voelt niets van zijn beet, want het gif verdooft je. En een paar minuten later ben je dood. Heel interessant allemaal hoor, die giftige dieren in Australië. Maar in Nederland hebben we ook een giftige slang. Ja, de tuinslang. Nee, niet de tuinslang. De adder. Want de adder is de allergevaarlijkste gifslang in Nederland. En ook de meest ongevaarlijke gifslang in Nederland. Want het is de enige gifslang in Nederland. Adders komen voor in heide- en hoogveengebieden en soms ook op open plekken in bossen. Het zijn kleine, zwaar gebouwde slangen. Ze hebben een duidelijke driehoekige zigzagtekening. Adders zijn niet agressief en niet gevaarlijk, als ze maar met rust gelaten worden. Een adderbeet is meestal zeer pijnlijk en je kan er misselijk van worden of flauw vallen. De plek waar je gebeten bent zwelt enorm op, maar je gaat dus niet dood.